alle mensen, leuk jullie kennen naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD Farmer en vandaag ga ik op pad met deze Amarok, gemaakt door Modding Nederland. En we gaan op pad, ja, zoals je ziet, met Kamar. En dat is dus rondom en op het vliegveld. Geen bijzonderheden om verder te vermelden. Laten we lekker gaan. Voertuigcontrole komt nu in beeld. Dat was voertuigcontrole. We gaan meteen naar twee voertuigen. Ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ah nee, nee, laat maar. Ik wilde zeggen van ik mag eigenlijk niet op de kaart kijken en twee stipjes zag ik racen. Ik ga ze ook niet aanspreken of niet achterna zitten totdat ze langs mij komen. Maar ik dacht even dat ze op het vliegveld zelf reden. En zouden ze daar rijden, dan zou ik natuurlijk wel een soort van kunnen weten dat ze daar rijden. Want hij schakelt niet. Want laten we eerlijk zijn, dan hebben we echt wel iemand die camera toezicht is en ziet dat er twee voertuigen op het vliegveld rijden, wat aan niet horen. Maar voor nu is het dus niet erg. We gaan kijken wat we vandaag gaan meemaken. We krijgen best veel melding als we niet hier dienst hebben. Dan krijg je best wel veel meldingen die te maken hebben met vliegveld hier. Dus wellicht dat we die meldingen nu ook allemaal eens kunnen aannemen. Ja, dit is dus weer zo'n melding die ik dan hoop te krijgen en nu dus niks aan heb. Collega, je zit een beetje de bump leven. Ik weet niet of dat... Gaan eens rondje parkeerplaats doen. Kijken of er nog schorrimorrie overlast zit te veroorzaken. Kijken of er niet mensen zijn die in auto's willen inbreken. Nou, dit is wel een parkeerplaatsje waarvan we zeggen, nou, dat is wel netjes voor een vliegveld. Want normaal is een parkeerplaats in een vliegveld toch wel redelijk helemaal vol. Zeker als dat zo recht bij de ingang is. Dus dat is wel netjes. Op dit moment geen schorrimorrie zichtbaar hier. YOLO. Oh, oh, oh. Zonde. Boeiend. We gaan weer terug omlaag. Er is een vlucht van Amsterdam naar hier en er zit een persoon in die verdacht is op de een of andere manier. En daar is vast een reden voor, dus we gaan even die kant op. Oh, zo. Ik wilde even soepeltjes remmen, maar dat ging niet helemaal soepeltjes. Hebben we nou nog steeds die... Ik zou toch zeggen dat ik inmiddels... Nou, het zal allemaal wel. Voor mijn gevoel heb ik die... Dat vliegtuig al lang aangepast. En blijkbaar dus niet. Nee, nu ik het denk, moet ik nog steeds even een Airbus of zo erin zetten. Jullie hadden allemaal wel suggesties al gedaan voor een mooie vliegtuig. In de... om erin te zetten, om deze hier te vervangen. Trouwens nog een vraag. Het stuur heb ik niet meer in beeld. Iedereen vraagt waar is dat stuur. Willen jullie dat wel of niet zien? Laat dat even weten in de comments. Dan kan ik dat na deze video gaan aanpassen. En dan hebben jullie hierna of wel weer het stuur of vanaf nu gewoon niet meer het stuur in beeld. Mij maakt in principe niet zoveel uit. Talk to the pilot. Ah, die staat daar. Maar ik kon alle vluchten doorlopen. Ik vind het wel. Goedendag. Hey, wat is het probleem? De piloot zegt. Dit is heel erg verdacht. Hij zegt... Oké, wacht even. Goed, de persoon daarachter, die was op het vliegveld aan het zeggen, of in het vliegtuig was hij aan het zeggen dat hij was betrokken met terroristische activiteit. Bij, of in ieder geval te maken heeft met terroristische activiteiten.
De piloot, of in ieder geval de vliegtuigcrew, heeft dat opgepikt. Inmiddels hebben we meer informatie en het blijkt in ieder geval te gaan om een ander undercover agent, of in ieder geval een Nederlandse agent, dan wel buiten dienst. Ik ga even met hem praten. Goedendag meneer. Meneer Bouwman is het. Ja, ik ben een politieagent, zegt hij. Oké, ben je in enige reden betrokken bij terroristische activiteiten? Wacht even. Oké, goed. Nou, in ieder geval, Wim heeft hem gevraagd van ben je betrokken met bij terroristische activiteiten? Hij zegt ja, in Nederland, dus hier eigenlijk ben ik betrokken bij terroristische activiteiten. Wim zegt oké, maar goed, praat er dan niet zo hard over in het vliegtuig, want dat is nogal een gevoelig onderwerp in principe. Pling. Piloot, meneer, beste meneer, man, meneer. Hij is 100% clean, denk ik. Wat mij betreft moet ik nou nog fouilleren en alles. Nee, gaan we niet doen. Dus ik ga de melding afronden. Of ik ga het hierbij afronden. Oh, er waren twee piloten. Oké, YOLO. En we gaan weer verder met onze dienst. Ik weet niet waarom die Audi R6 hier rijdt, maar die moet van mijn terrein af. Potnon, dus je knetters. Ik kom toch ook niet hier met mijn Audi R6. Ik blijf hier netjes weg als er een melding hier is. Dus dan moet jij hier ook potnon, dus je wegblijven. Kalm man, kalm man. Zo, ik zet hem in zijn vooruit. En we gaan weer in ieder geval nog even hier patrouilleren dan wel. Kan ik hier onder? Ja, zeker. Dan wel buiten het vliegveld. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer. We zijn weer terug en we krijgen een melding van een wild dier wat zich bevindt op het gebied van het vliegveld. Kan letterlijk op het... Kan letterlijk op het terrein van het vliegveld zijn en dat is het ook zo te zien, zelfs nog op de landingsbaan. Dit gaat heel... Ja, gaat keigoed. Wow, gekke skills houden. We gingen wat fanatiek de bocht in. Wat ik wel wil is dat het vliegverkeer stil ligt. Want dit is een landingsbaan en dit is dus een landingsbaan. En normaal heb je natuurlijk van zo'n... Ja, dankjewel. Van zo'n karretjes van... ja, of ik zie die in ieder geval veel op Schiphol rijden, zo'n karretjes. Waar dan... of karretjes, of zeggen, zo'n oranje auto's waar dan meestal nog voor het land of opzeggen even zo'n kogel wordt afgeschoten. Is natuurlijk voor vogels, maar ja, hè. Wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. We gaan even hier binnen door. Ik heb trouwens ook een Boeing 777-300ER of zoiets geïnstalleerd. Die vind ik veel mooier dan natuurlijk de standaard wannabe Boeing 747 van GTA zelf. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Oh, dit is nog steeds niet opgelost. Het is gewoon een kat, joh. Van de kazerne. Rijdt alsjeblieft prio 1. Wat is subdued the animal? Wat is dat? Wat stond er? Ik ga het even googlen. S-U-B-D-U-E. Nee, ik ga echt geen kat vermoorden als dat het is hoor. Subdue. Bring under control. Bedwing. Ja, hoe heb ik die kat onder controle dan? Wacht even. Nou weet je, in principe is het probleem nu al opgelost. Want ze is in ieder geval hier weg. Push hem jou, kom eens gauw. Kan ik je optillen? Kom, loop gewoon die kant op. Nou, weet je wat, we kunnen hier niks mee. Dat vinden we altijd zo jammer. Oh, shot fired. Oh, collega wordt beschoten hier, gek. Handen omhoog, geen rare dingen doen. Welke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten? Ja, dat is een verdachte beweging. Hand omhoog, gap. Op knieën. Op knieën. Op je knieën. Kom op, hé. Oh, gaat hij even Nee, blijf. Blijf. Blijf staan. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
Gaat goed, gaat goed. Nee, gaat niet goed. Je komt daar nooit oh my god, dit gaat helemaal fout. Voor miljoenen euro's aan schade. Jij bent aangehouden. Jij mag hier waarschijnlijk niet komen. Jij hebt waarschijnlijk ook nog geschoten op mijn collega. Ik heb niks gehoord, want ik stond hier natuurlijk met een kat. Zo, hoppa. Hardhandig aangepakt. Lekker bezig, Wim. Ik ga je fouilleren. Heb je wapens bij? Dat is een... Ja, veel wapen. OCML aanhouding verdachte met wapen op het vliegveld. Ja, transport je deze kant op. We've got a Grand Theft Auto in progress in the Humane Lab facility. We hebben toch zeker wel... ja, prisoner transport. Zo. Een collega vraagt om een assistentie. Wij worden hier eigenlijk nu fucking al weggeblazen. Laten we er even heel duidelijk over zijn. We staan achter een vliegtuigmotor die aanstaat. Ik meen, als hij een beetje gas geeft, wat hij net deed, oh my god, knalt hij op die banden. Dat we gewoon echt super hard dood waren geweest. Meneer, het beste ermee. Joejoe, wat is thuis. Zo, en die kat die loopt hier natuurlijk ook nog ergens rond. Maar ja, dat boeit niks. Nogmaals, ja... Die meldingen moeten beter worden geregeld, weet je. Leuk dat er een kat of wat dan ook, of een wild dier langs de snelweg loopt, of een dier op de snelweg, of noem maar op. Maar daar heb je niks aan als je daar niks mee kunt. Je komt daar ter plaatse en vervolgens is het, ja, hier is het dier, los het maar op. En dan kun je alleen doodschieten. En waarom zou ik die kat doodschieten? Waarom zou ik die kat taseren? Ik kan die kat niet aanhouden met E, ik kan niks doen met die kat. Is toch zielig? Wat vinden jullie dan ervan, beste mensen? Ik vind dat best zielig. Citizens report possible assault in Strawberry. Strawberry is geloof ik in de stad. Ik zie het al niet, dus joh. Het zal allemaal wel. Of is dat daarachter? Nee, dat kan niet. Maar ik vind het toch wel een vette bak, de Amarok. En dan met die striping, vind ik niet lelijk op zo'n Amarok. Ik vind die hele striping trouwens niet eens lelijk. 12013, 12013. Het vliegverkeer was in principe nog stilgelegd door mij en dat heb ik nooit herstart. Laat dat maar stil, want we hebben een driftertje hier. Wow. Want we hebben een achtervolging op de... startbaan, landingsbaan, hoe je het maar wilt noemen. Volgt hier een eerste of je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Medical aid requested in Los Santos International and ambulance requested. Van de kazerne. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou. Heeft van kracht. Hoppa, beide hartstikke dood waarschijnlijk, dan wel nekletsel, maar dat maakt uit. Die Amarok kan natuurlijk gewoon lekker hier overheen. En die Touran is oud. Nee, toch niet. Moeten we alleen niet driften. Drift, nee, nee, nee. Gas, 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 gas. OC, we hebben een achtervolging op het vliegveld. Misschien toch wat... Jodo. Hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. Het is natuurlijk een dreiging, hè? Een gepantserd voertuig wat zich hier op het vliegveld heeft weten te... wat zich hier op het vliegveld een weg heeft... hoe zeg je dat eigenlijk? Hij heeft zich een weg gevonden tot het vliegveld, op het vliegveld, dat is natuurlijk al één. Dan ook een gepantserd voertuig, dat vraagt natuurlijk, of dat roept natuurlijk ook al vraagtekens op. En dan gaat er dan ook nog vandoor naar een stopteken, ja, dat is natuurlijk heel... Oh, daar komt toch een 777 aan. Go around, go around. Oh my god. Ja, heel goed, ik zou ook... Kom nu terug.
Wat zit je nou met onze spelletjes te spelen, gap? Kijk hem, kijk hem. Oh nee, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ze gaan gewoon onderdoor, wat een gekke. Oh, 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 je hebt hier echt geen grip, joh. Stoppen. Ja, dat heeft geen zin als ik stoppen zeg, je hoort dat toch niet. Hoe gaan we dit ding nou tot stoppen? We kunnen niet erop schieten, ik kan er wel op schieten, maar die banden, dat... Ik weet niet, als je vaker op de banden schiet, of ze dan wel... Nee, die blijven echt gepanzerd, hè. Even hey, nee, dat kan niet. Hij moet zichzelf even klem rijden. Hier zo, hier zo, hier zo, gaat dat lukken. Ja, 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 lekker, lekker, lekker. Uitstap, 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 uitstap. BTGV, BTGV, gewoon de E ingedrukt houden, de E ingedrukt. Dat had geen zin. Nog maar één erbij. Eén collega vraagt om een assistentie. Ja, dit is een achtervolging. Die kun je niet afkappen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, laat maar zitten. Die, dat AT is nooit gekomen of die zijn nog steeds onderweg? Hij knalt er gewoon volop ook. Het boeit hem allemaal niks. Hoe pak je dit nou allemaal aan? Nee, ik stotter niet. Ik ben gewoon aan het denken. Beam! Waarschijnlijk breng ik alleen maar mezelf meer schade toe. Maar ja, ik vraag het vaker aan jullie. Hoe zouden jullie dit nou oplossen? Ik zeg eigenlijk nooit echt concrete antwoorden. Ik vraag mij in en erbij, maar dat is altijd een risico op crashes. En dat wil ik eigenlijk niet. Nogmaals, ik merk gewoon geen effect als ik op hem inbeuk. Het is een gepantserd voertuig voor zowel schade als schoten natuurlijk. Mijn stopbord stopt er bijna mee. Die is echt een beetje uit aan het vallen, zie ik. Het is fijn dat het vliegverkeer in ieder geval wel zo goed als stil ligt. En nogmaals, ik weet niet of ik het zeker al heb gezegd, maar ik ben de enige Kamar eenheid. We gaan het op de old school manier proberen. Gewoon in de remmen gaan voor hem. Kijk, als het nou geen gepantserd voertuig was, dan had ik gewoon op hem geschoten. Je kunt er echt niks mee. We kunnen alleen maar blijven achtervolgen totdat we hem klem hebben. Hopelijk. En op een bepaald moment zul je uiteindelijk gewoon je vuurwapen op hem kunnen richten. En de E ingedrukt houden. Kijk, gaat hij stoppen, hij gaat stoppen, hij gaat stoppen, hij gaat stoppen. Wat gaat hij doen? Ja. Staan blijven.
We gaan meteen over op dreigingsniveau 500. Stoppen, handen omhoog. Hij gaat niet op vliegtuigen afrennen, hij gaat niet op vliegvelduurauto te rennen. Zo. Eenmaal transportje deze kant op en ik ga bij deze ook meteen de video afsluiten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik weet zelf niet. Wat ik wel weet is dat daar transport in het aankomt. En dat we verder niks meer te melden hebben. Dus tot de volgende. Doei!